In het weekend van 12 tot 14 mei was hier aan de Waalkade in Nijmegen het Foodtruck Festival Rollend Nijmegen. En onder andere is er een foodtruck waar je de smaak van Texel kunt proeven. Texel on Wheels noemen ze zich. Nou, wat dit nou precies inhoudt en überhaupt hoe Texel smaakt, dat ga ik even voor jullie uitzoeken. En daarnaast wil ik weten wat alle mensen hier vinden van het evenement. We staan op Rollend Nijmegen en we hebben Texel on Wheels mee. Dus we hebben Texel in het klein. We hebben allemaal Texelse producten, mooie lokale producten. Mm-hmm. Bij ons dan lokaal en die willen we aan heel Nederland laten zien. Dus we hebben een zilte aardappelsalade. Zilte aardappels zijn geteeld op zilte grond. Mm-hmm. Dat is vrij revolutionair in Nederland, maar ook in de wereld. En dat gaat eigenlijk heel goed, dus daar maken we graag gebruik van. Ik ben heel erg benieuwd hiernaar. Zo. Geniet ervan. Dankjewel. En die is heel goed. Mm. Maar wel erg lekker. Ja. Mm. Hey. Even tussendoor voor de mensen thuis. Jullie staan hier nu alleen dit weekend, maar ik neem aan dat jullie het overal zijn de hele week, komende week kunnen. Waar gaan jullie heen allemaal? De komende week staan we ook nog in Leiden op een foodtruck festival. Mm-hmm. Binnenkort komt SAIL 2017 in Den Helder, heel groot evenement. Daar doen we eigenlijk de totale catering doen we daarvan. Dus daar valt ook weer heel veel Texel te proeven. Jullie doen de totale catering van ja, SAIL? Ja. Als Pelikaan Catering zijn we de hoofdaannemer voor SAIL inderdaad. En mogen we eigenlijk het gehele food line-up van SAIL mogen we voorzien. Hartstikke leuk om te doen. En nog lekker ook als het goed is. Ja. Ik ben zo blij met mijn werk soms. Ja. Dat is ook heel lekker! Oh, mensen, hey. Serieus. Als je nou in Leiden bent of je bent binnenkort bij SAIL of zo, kom deze jongens even opzoeken. Want dit is echt heel erg lekker. Het is ook volgens mij niet duur, weet ik niet. Ik betaal er niet voor natuurlijk. Even een goede flinke hap hotdog. Ja, dan heb je er wel een servetje bij nodig, denk ik. Mm. Ja. Dat die mag smaken. Ik vind het wel grappig dat je een televisieprogramma maakt met je mond vol continu. Ongelooflijk dit. Ik hoef niet eens hetzelfde ding van zou zijn. Perfect. Oh man, waarom is het niet elke dag zo? Ja, tas toe. Jammer dat jullie niet hier zijn, hoor. Je had hierbij kunnen zijn, dan had je kunnen proeven hoe Texel smaakt. En Texel smaakt godverdomme goed, dat kan ik je zeggen. Het enige wat ik echt beter vind dan heel erg lekker eten, is heel erg lekker eten zonder dat je ervoor moet betalen. Dat is echt heel chill. Want het bezwaar wat ik persoonlijk heel vaak heb tegen dit soort festivals is dat je betaalt helemaal blauw voor zo'n klein bakje eten. Dus voortaan, als je nou naar zo'n foodtruck festival gaat, zoals dit, zoals Rollend Nijmegen, even de tip van Toon, neem een cameraploeg mee. En dan kan je jezelf gewoon overal binnenlullen. Dat is echt koud. Gewoon zorgen dat je een van de microfoon met een grote rode dopper op en zeggen, hoi, we komen hier filmen. En dan krijg je allemaal eten, jongen. Dus ze gooien het echt met bakken naar je toe. Dat is ongelooflijk. Ik ga even het laatste stukje hotdog opeten en dan gaan we even kijken of er ook nog wat oude hoeren valt hier. Maar wat mij betreft is de dag eigenlijk al compleet. Dankjewel. Ja, en van al dat lekkere gratis eten krijg je natuurlijk wel een beetje dorst. Dus Toon, als je nu slim bent, dan toon je ook even wat belangstelling aan de jongen van de cocktailkraam. Wat heb jij zoal? Ik verkoop cocktails. Uh-huh. En ik werk voor Springway en dat is barsport. We hebben een eigen merk. Ja. En dat is Springway. Dus we hebben een soort van nieuw concept. En dat is bar in box.
En dat wordt al alles al voorgemaakt. En dan hoef je niet meer te shaken. Dan is al alles al voorgemaakt. En we hebben ook heel ja, soorten, heel interessant allemaal. Maar volgens mij is het jou maar om één ding te doen, Toon. Yes, dankjewel man. Ik ben heel benieuwd. Oké. Okay. Zie je wel. Een strawberry mojito. Een strawberry mojito, inderdaad. Hier staat hij. Ik ben benieuwd. Dat is ook heel lekker. Het is echt allemaal heel lekker hier. Oh. Mmm. Oh, is dit wel echt met rum? Er zit gewoon wel alcohol in. Je kan ook nog gewoon poepzat worden hier als je wil. En als je heel veel munten hebt. Maar je kan ook zonder alcohol. Ja, maar dat is natuurlijk nergens voor nodig. Ik bedoel, ik heb hem al zonder aardbei. Ik ga niet ook nog mijn alcohol opofferen. Dan blijft er helemaal niks over. Waar wel een aardbei zit, aardbei bij zit, zijn de poffertjes in het kraampje ernaast. Maar ik gok dat Toon nu wel genoeg op heeft. Ironiseren om het feit dat je poffertjes hebt? Oh, toch niet. Ja. Lekker Hollands. Jij bent oer-Hollands poffertjes aanbakken. Ja, zeker. Wilt u straks ook een portie? Ik lust wel één poffertje in ieder geval. Als ik overal porties ga eten dan... Ja, nou, je punt is, ik krijg van iedereen allemaal eten aangeboden. Dus... Je moet toch alles proberen? Ja. Ja, oké. Okay. We gaan een portie poffertjes eten zo. Lekker. Dit is ook lang geleden dat ik dit gezien heb, joh. Ik merkte dat ik ook wel enigszins enthousiast werd toen ik hier zojuist voorbij zag komen. Wat het gunstige is van poffertjes ten opzichte van pannenkoeken is dat ze echt heel snel klaar zijn. En ik vind ze ook lekkerder. Je vindt ze lekkerder? Ja, zeker. Waarom? Ja, ik weet niet. Ja, het is gewoon zo. Niet omdat jij ze aan het verkopen bent nu? Nee. Ik ben niet daarom. Ja, dat ook natuurlijk, maar dat mag ik natuurlijk niet zeggen. Het zijn wel de allerlekkerste poffertjes die ooit gemaakt zijn hier. Dus ja. Ja, ja. Kom jij er ook even bij, want jij bent degene die de poffertjes gaat proberen nu. Hi. Hi. Wie ben je? Ik ben Valentina. Valentina. Wat heeft jou gedreven hier tot het kopen van poffertjes? Nou ja, poffertjes, dat is gewoon altijd goed en altijd lekker, dus ja. Dat is een goed punt. Ik wil er heel goed graag... suiker erop en dan... Laat maar komen. Hier zijn poffertjes. Ah, is niet genoeg. Ja, ik wil. Probeer even één hapje. Ja, het is gewoon perfect, hè? Perfecte poffertjes. Perfecte poffertjes. Wilt u een aardbei erbij? Poffertjes hoort een aardbei. Ik kan gewoon dezelfde grap twee keer maken, dat is ongelooflijk. Oh. Maar yo, het is heel lastig eten. Er zitten allemaal verschillende vlaggetjes en prikkertjes en dingetjes. Dan word je ook nog gefilmd, dus dan moet het een soort van netjes gaan. Het zijn hier inderdaad wel goede poffertjes. Oh, hey. Het is ook lang geleden dat ik poffertjes heb gegeten, man. Wat is het? 1920 of zo? Kom op. Ben je al dit ding echt komen fietsen hier naartoe? Snelweg, zag je dan? Ja, inderdaad. Ja. Ik hoorde al iets van iemand die gevaarlijk rijgedrag vertoonde. We hadden wel wind mee, dus ja, dat gaat wel iets sneller. Ondertussen kan je poffertjes eten, dus... Dat is boffen, hè? Ja. Of moet ik zeggen, dat is boffertjes. Hey, maar Toon, ik snap dat al het eten hartstikke lekker is, maar we blijven natuurlijk wel wat zegt het volk. Dus wat zeggen de bezoekers nou eigenlijk van het festival? Jij dacht, ik ga naar een foodtruck festival met nadruk op food. Ja. En het eerste wat ik ga doen is bier halen. En dan zien we wel weer verder. Ja, het begint met bier en daarna het eten. Hoe smaakt het? Heel goed. Heel goed? Ja, geweldig. Ja, heb je verder nog iets gegeten hier? Ja, rotti net. Oh nee, niet waar. Bara hebben we net al gedaan. En was dat wat? Ja, was wel oké. Okay. Dat was wel oké. Okay. Wie heeft besloten om een pizza Hawaii te bestellen? Ik ga Mira schot uit. Mira. Heerlijk. En heerlijk? Ja. Is dit het eerste wat jullie eten of hebben jullie meer gegeten?
We hebben net ook een hamburger gegeten. Ja, een hamburger al en direct nog ijs. Dus jullie gaan naar een hip foodtruck festival en we staan toch gewoon friet met een hamburger te eten. Ja, het is gezellig hier. We hebben wel een lekker hamburger, hè? Vandaar, hè? Dus een speciale hamburger. Wel een echte. Oké. Okay. En zijn er nog dingen waarvan jullie denken, dit wil ik nou echt nog even proberen voordat ik wegga? Ja, ik denk dat we hierna wat vol zetten. Oh, hierna is het klaar al. Ja. Nou, jullie zijn ook niet echt doorzetters. Nee maar we moeten ook nog aan de alcohol, hè? Moet ook nog. Ja, dat moet inderdaad. Ja. Het is waar, als je moet kiezen tussen eten of bier gaan drinken, dan is die keuze voor veel mensen wel snel gemaakt, natuurlijk. Want je hebt dus nog helemaal niks gegeten. Ja, we zijn er was net, hè? 2 uurtjes of zo, valt mee. Dus, maar dat komt zo wel. Jullie zijn 2 uur hier. Ja, valt mee. En je bent alleen nog maar bier aan het drinken. Ja, het is zo lekker. Het is geen drink truck festival, hè? Nee, het is een beetje allebei een beetje, toch? Ik wil er heel even... Pak even de handen. Heel even. Nee. Ik hoef hem niet zelf te proeven, maar ik wil er heel even bij zijn als jullie je eerste hap nemen. Okay. Gewoon om even te zien of hij zo lekker is als ik hoop dat hij is. Voel je vooral niet opgedrongen, hè? Ik kom gewoon even... Hoi, hey. Ik heb de hamburger nog niet gehad. Ik zie dat de saxofoon ook heel lekker is. Hij is lekker, hoor. Hij is goed. Tot zover deze aflevering van Wat zegt het volk. Wil je nog op de hoogte blijven van het nieuws? Check gewoon elke dag even N1.nl of kijk onze evenementenpagina Bezoek Nijmegen op Facebook. Tot volgende week!